Oh, ik heb zo'n kiespijn. Het lijkt wel steeds erger wordt. Oh, en vanavond, hoe moet het nou? Ik heb nog repetitie vanavond. En binnenkort een concert. Oh jeetje. Oh, Grut, hoe moet dat nou? Zo. Nou, dat is een plaat. Dat is gewoon. En we alleen nog even de kantoor van Joostie, van de Lian. Lian. Ja. Oh ja, Lian. Als het nou maar goed gaat. Oh. Oh. Neem nog maar even een pil weer hoor. Au. Ah. Nou, ze zal er wel weer een puinbank van gemaakt hebben. Kijk nou toch wel een puinbank. Wat een puinbank. Jongen, jongen, kun je dan weer mooi opruimen? Dat duurt weer een uurtje. Dat duurt weer een uurtje. Dan hebben we weer een... Nou, zullen we maar naar binnen gaan? Ja, daar ben we weer een dag mee bezig, hè? Altijd dezelfde. Och, heb je hun ook weer? Wat komen jullie nou doen? Au. En wat ziet zij er altijd? Nou, zeg. Lian, wat is je? Ik heb zo'n kiespijn, joh. Of je onderin. Oh, en weet je, en ik vanavond repetitie. En over een paar dagen concert. Ik weet niet hoe het moet, hoor. Wat een ellende van een kiespijn. Ja, hebben jullie niet iets, een idee of zo? Als je kiespijn, dan heb je al zo'n doek of ja, zo. Ik heb een doek bij me. Kijk. Wacht maar even hoor. Dan kom ik even. Oh nee, wat nu dan? Ja. Doe jij de ene kant? Doe ik de andere kant. 1, 2. Zachtjes doen. Au, nou, voorzichtig. Zo, au, kijk eens. Er valt toch af dat hij valt. Nee, dan hou vast. Niet te hard knopen. Het scheelt niet. Jongen, nou is het over. Is die over? Nee. Weet je wat je moet nemen? Een borrel. Ja, dat vind ik een goed idee. En je neventje. Je neven. Ja, meid. En hoppakee. Ja, maar hoe moet dat nou? Ja. Ik heb repetitie vanavond. En oh, dat gaan wij wel regelen. Wat? Ja, joh. Kunnen we iemand bellen? Nee, ik heb wel... Wacht, even. Martin Mans of zo. Ik schrijf hem in. Heb je een briefje voor me? Ik heb hier een briefje. Martin Hans, die kan je wel bellen. Even kijken, ik zal hem een 06 nummer geven. Waar blijft die borrel? Waar blijft die borrel? Wacht even hoor, Mans, mijn bril. Hoe kan ik nou mijn bril... Kijk eens, zo. Hou jij mijn bril even voor je? Ja, ik hou je bril even voor je. Ik ken zelfs de bril niet van 06, wacht even. Ja, 456. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2. Ja, dat is, en anders moet je Gregor, Gregor Bak. Gregor Bak. Ja, dat is als Gregor Bak. Gregor Bak. En dat is 06 987 654. Als je nou die even, de een van die twee, want dan moet die het maar doen hoor. Want wel, ja, weet je, dan komt het misschien nog wel goed. Gaat wel goed hè, met je kies nou hè. Ja, niet kloppen. Wat ben jij? Ik heb nooit wat. Nee, niet aankomen! Oké, weet je wat, ik word er helemaal zenuwachtig van. Ja, we gaan wel bellen. En moeten ze vanavond Laat even weten wie er komt. Ja. Zelf je rotzooi opruimen? Nee, dat kan echt niet. Dan vragen we dan wel. Maar jullie eerst maar bellen, want dat is belangrijk. En hoe laat moeten ze hier zijn? 7 uur? 7 uur. 7 uur moeten ze hier. We gaan even bellen. Gaan wij bellen. Kom maar op. Dan doen ze maar de groeten. Ja, of niet. We hebben wel even een borreltje regelen. Hij doet kalm aan. Gaan jullie maar even gauw bellen, want die mannen zijn druk. Wat een ellende. Als dat maar goed komt. Wat een ellende.
Dan gaan we even bellen. Gaat even bellen. De telefoon. Wacht even. Laat mij maar bellen, want ik ken dat. Ja, je bent daar beter. Ik zeg het niet graag, maar daar ben je beter. Nee, maar even kijken hoor. 06 123 5666. Zo. Neemt hij op? Goeiedag. Ja, goeiemorgen. Je spreekt met Span en Doek van de Hoge Burg. Spreek ik met Martin Muis? Ik ben Martin Mans. Mans. Ben u dirigent? Dirigent van koren, begeleider van koren. Ja? Nou, er is iets verschrikkelijks. Want Lian, die van de Jostie-band, die heeft vreselijke kiespijn. Echt werkelijk waar. En die ken vanavond niet. Kan u vanavond even komen dat je gaat dirigeren, meneer Muis? Mans. Ik voel me niet zo uitgerust. Ik heb een drukke week gehad. Oh. Ja, maar we hebben koffie vanavond. En gebak. Je kan geen 80 tot 100 uur per week maken. Twee gebak is dat? Jongen. U hebt het druk. Oh. Ja. Oh. Aha. Nou, goed. De route. Ja, druk. Hyperdruk. Hyperdruk. Wij niet. Wij zijn allemaal druk. Hè? Nou, Donnie Gregor Baks. Donnie Gregor Baks. Nee, Bak heet hij gewoon. Baks. Zit. Dat is die leukert, joh. Van, ja, die zit al toch niet binnen. Is dat leuk? Gregor Baks. Ah, goedemorgen, meneer Gregor Baks. Ja, ik spreek met Span en Doek van de Jostie-band, van Hoge Burg. Wij zijn ook van de Jostie-band. Wat gaan we doen? U kent ons toch wel? Een heel speciaal duo. Zeg, maar nou hebben wij een probleem, de Jostie-band en wij. Waar gaat het over? Lian die moet vanavond dirigeren, maar die heeft heel veel kiespijn. Dus die kan niet dirigeren, meneer Baks. Het wordt een reuze gezellige, mooie avond. Dus nou willen we vragen of u kan dirigeren vanavond. Nee. Ik weet het allemaal niet meer, hoor. Ja, ik kom zo niet werk. Maar je kent toch wel even een uurtje? Nee, helaas niet. Nee, nou, dan gaan we iets anders zoeken. Dag, meneer Baks. Wat een probleem hebben we nou. Ze kennen allebei niet. Wat? André Rieu. Oh ja, joh, je bent ook zo'n licht, hè. Zo'n helder licht ben jij. André Rieu. Nummer staat erin, hè. Ja, die heb ik gewoon. Ja, die bel ik wel eens. Ja. Rampam, rampam. Denkt u nou op? Goedemorgen, meneer Rieu. Hij is thuis. Ja, u spreekt met Span en Doek van de Hoge Burg en de Jostie-band. Ja. En Lianne kent u ook, hè, van de Jostie-band. Ja. Ja, zeker. Nou, die heeft hele erge kiespijn. Heel erg. Ja, heel erg. En dan moet ze dirigeren vanavond oefenen, maar ze kan niet. Vanwege de kiespijn, hè? Ja, nou ja. Kan u vanavond naar Zwammerdam komen? Dat is echt heel moeilijk. Nou, later maar. Ja, nee, veel succes. Dag, meneer Rieu. Ja, die gaat de hele wereld over natuurlijk met die show van hem. Nou, wat motten we nou? Ja, nou zeg jij het maar. Nou ja, aan de ene kant. Wij kennen het ook natuurlijk. Toch? Oh? Nee, ja, doe jij je zo. Nee. Zeggen we gewoon dat welke zal kennen? We zeggen gewoon dat Martin Muis kennen. Nee, Mons. Mons. Dan zeggen we dat, hè, want anders maakt ze dreigen weer zorgen. Helemaal terug. En die kiest. Het is gelukt, hoor. Ja. Wie komt er dan? Martin Baks. Wie? Martin Mans. Kreks. Martin Bak. Het is geregeld. Ja. Ik weet het allemaal niet meer. Het zal wel goed komen. Martin Baks komt. Geregeld. Martin Baks komt. Hij komt. Het is allemaal goed. Hebben we allemaal voor je gedaan. Ja. Ga jij maar naar de tandarts. Nou komt het echt goed. We hebben het allemaal geregeld. Martin komt. Martin Baks komt. En geregeld. Hij zoekt het maar uit. Als het maar goed komt. Als er maar even één van die twee komt. Ja, komt echt. Maar moet wij anders even tandarts voor je regelen? Nou ja, ik wil je dat even doen. Ik weet je, want die doek helpt echt niks hoor. We gaan even bellen. Alsjeblieft, want dit komt niet goed anders. Ik heb wel weer druk vandaag. Ja, nee, weet je, dan de andere keer doe je mijn kantoor maar even goed poetsen. Ja, oké. Eerst even die tandarts. Die tandarts. Ja. Zo, nou dan gaan wij maar bellen. Ja. Tandarts. Ja, het nummer van die tandarts? Nou ja, dat even, daar, die staat er denk ik wel in. Even kijken. Vraag of ze klaar voor Lian, want het... Zal ik maar bellen? Want jij belt dan... Kennen ze niet. Dat schiet niet op. Trouwens, ik heb een hekel aan tandarts. Even zoeken hoor. Tandarts. Ik heb hem hier hoor. Ja.
zeker een boormachine bel. Ja, hallo, met Spon. Ja, ik heb een probleempje. Lion van de Joost, die bent, die heeft heel erg een kiespijn en die zou graag even langskomen. Want ik denk, ja, hij zal er wel uit moeten, denk ik. Maar nou ja, dan moet u maar even kijken. Maar ja, dat moet wel even vandaag gebeuren. Want ja, ze heeft gewoon zoveel pijn, dat kan ze gewoon niet meer anders. Ja, ja, kennen u misschien vandaag? Je bent nog even helemaal vol. Hij ken niet. Je tandarts ken niet? Nee, hij ken niet. Oh, hemeltje. Wanneer ken je wel? Ja, morgen. Dat durf ik niet te vertellen. Nee. Dat ga ik echt niet vertellen. Ik ga het ook niet zeggen. Je zal me zoveel pijn hebben en dan zeggen van, morgen hebben we een gaatje. Ja. Nou ja, een gaatje. Ja. 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 Oh, god, god, god. Ja. Hoi. Ja. Hoi. Zie jij wat ik zie? Hij de magazijn zag erin. Zo. Hoi. Maar die kent toch ook wel een kies trekken, hè? Ben je het, joh? Hey, dat ding zit hartstikke los, want hij is al hartstikke weer op natuurlijk. En dan met zo'n tang en dan een ding en dan... Ja, joh! Dat gaat toch. Hij zal het even vragen, hè? Maar dan mogen we niet zeggen, dag magazijn zagrijn. Dan mogen we zeggen, dag vriendelijke, aardige, vrolijke... Enthousiaste! Ja! Wat heb je nog meer? Lieve? Lieve, leuke... Spontaan, nu hadden we al, of niet? Nou ja, geen idee. Uit. Geen idee. We gaan even heel positief naar hem toe. Naar hem toe, ja. Juist. Ja. Gaan we even doen. Vragen. Kom op, we gaan en vragen. Dat doet en dan zeggen we erbij dat hij er een bakje koffie voor kan krijgen. Ja joh, dat doet hij wel, want hij doet niet anders. Hij zit de hele dag een beetje... Precies. Ja, nou, kom op, we gaan het vragen. Hé, nou, ik heb alweer genoeg gedaan hoor, voor het afgelopen half uur. Kijk, is dat een lekker stoeltje voor mij gemaakt? Oh, lekker. Zou niemand het zien? Nou, ik ken best hoor. Nou, het is bijna 11 uur. Het wordt echt wel tijd om even te rusten hoor. Ik heb al best wel hard gewerkt vanochtend. Oh, lekker. Ik zou eigenlijk wel een bakje koffie moeten hebben. Nou, zo meteen. Hallo meneer van het magazijn. Hallo, wat zie je er toch vriendelijk uit en wat ben je moe? Nou, daar hebben we hen ook weer hoor. Ja. Nou, ik vind juist zo je florisant. Je ziet er zo gezellig uit. Ja. Nou, weet je wat je nog mist? Een bakje koffie. Zal ik nou eens even een bakje koffie gaan halen? Kom ik even lekker bij je zitten? Dan moet jij vragen. Ja. Ga ik wel even... zitten met die pennen. Niemand ziet het, hè? Ga lekker zitten. Wacht, ik kom gewoon even lekker bij je. Ik pak koffie. Dit bevalt me wel, hoor. Ja. Hoe is het vandaag? Ja, ik ben er erg druk geweest vandaag. Zo, snel was ik koffie. Echt aan toe, hoor. Daar was je aan toe. Dat kan je zien. Je moet ook zo hard werken, hè. Zo, echt geloven. Zo, moet je kijken. Druk. Ach, mijn schijt. Ja. Maar nou hebben wij toch een vraag aan je. Klein klusje. Oké, nou vertel. Nou kijk, we hebben Lion van de Jostiewen. Ja, die ken ik. Ja, nou, die heeft hartstikke kiespijn. Ja. En heb ik net de tandarts gebeld. Ja. Maar die ken ik. Die ken ik. Maar ja, die ken morgen. Maar ja, je kent toch niet dat kind dat de hele nacht met die kiespijn laten zitten? Zo lang. Ze zitten heel van de pijn. Oh, nee, dat ken ik. Dat ken ik. Dan wordt dat aan de hand. Ja. Dus wij dachten, nou jij hebt ook allemaal van die gereedschappen tangen en hamers. Dus wij denken, als jij nou, kan jij hem niet trekken? Oh ja, dan moet je luisteren. Of ik nou een schroefje in de muur doe. Of een spijkertje in het hout slaan. Het is mij om het even. Ja, ik heb het gereedschap. Ja. Geen probleem. Nou, ik ken het wel. Geen probleem. Even flink hard trekken. En Knap, hè? Ja, dat ken ik, joh. Ik ken alles. Knap van jou. Maar het is een klein klusje, hè? Zo'n klein klusje. Anders stop ik ook. Ja, joh. Nee, dat ken. Ja. En daarna weer een bakje koffie. Okay. Ja, natuurlijk. Twee bakken. Ik heb geregeld, hè. Oh ja, koekie erbij. Ja, hoor. Ja. En waar is ze?
Nou, ik het hoor. Ja, dan moet je even kijken dan. Op de tandarts. Ja, want je moet wel net doen of je de tandarts bent natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Ja, want ze gaan natuurlijk. Dus we moeten even wat regelen. Nou, drink ik mijn pakje op. Ja, en dan gaan we even wat regelen. En dan kan ik even rustig aan doen. Ja? Ja. Het is mijn zandklusje. Het is mijn zandklusje. Even staan, dan ken je de benen. Oh ja, dan ken je de benen. Zet even je benen erop. Rust maar lekker uit, hè. Ja, want zo. Lekker zo, hè? Nou. Ja, dat gaan we lekker, hè? Ja, okay. Jullie gaan wat regelen. Ja, gaan wij wat regelen. Okidoki, gaan wij weer wat regelen. Ja. Fijne vent ben je. Nou, ja. Een topper. Een toppertje, ja. Echt waar. Heel bijzonder ben je. Echt waar. Nou, enthousiast. Ik ga lunchen, tot zo. Eet smakelijk. Dankjewel. Dus ik weet het allemaal niet hoor. Nou, ik ga eens even voor je kijken. Okay, zullen we een lampje erbij doen, Jan? Zo. Oké, rustig. Ja. Ontspannen. Ik ga alleen maar even kijken. En dan hoor je wat ik aan heb. Lian, ik zie het al, maar ik ga je helpen. Ja. En ik ga er een zalfje op doen. Ja. En dan ga ik je geen spuiten, hè? Over. Nee, dat is een blauw zalfje. Oké? Waar komt dat dan? Nou, ik ga dat, ja, bij je pijnlijke kies ga ik een zalfje doen. Oh ja. Yeah.
Ah. Nee, dat doet geen zeer. Dan gaat de pijn een beetje over. Zo. Nou, nog even blazen. Pakken we de wind. Oh, jij wou blazen. Oh. Ik ga blazen voor jou. Zo, Lian. Nou moet de pijn een beetje wegtrekken. Ja. Kan je een beetje bijkomen. Ja. Vanavond moet je nog heel rustig aandoen. Ik kan nog niet werken dan. Nee, je moet vroeg naar bed. Oh. Je moet bijkomen van dit hoor. Kan ik echt niet werken vanavond bij de Jostie bent? Echt niet werken. Vroeg naar bed. Oké. Ik ga de stoel weer rechtop zetten. Ja. En dan ben je voor vandaag klaar. Oké. Daar gaat ie. Nou, dankjewel hoor, Tanja. Alsjeblieft. Ja. Even bijkomen. Het wordt al iets minder. Ja. Nou, gelukkig. Hé, wat een gedoe. Nou, dankjewel hoor. Graag gedaan. Ja. Wat was er nou toch allemaal nog? Ik weet het niet meer hoor. Lian, als je klaar bent bij ons, mag je altijd een cadeautje uitzoeken. Yeah. En misschien wil jij ook wel een leuk knuffelbeest uitzoeken. Oh ja, ik neem een aap. Oh. Ik neem een orkestlid. Iedereen heeft toch zo'n aap. Nou, je hebt hem verdiend. Je hebt hem verdiend. Dankjewel. Nou. Nou, dankjewel. Hè. En tot de volgende afspraak dan. Hè. Ja, tot de volgende afspraak. Dankjewel, Tanja. Dag, Lian. Gelukkig dat je op tijd terug was. Nou, hè. Gaat het? Ja. Nou, dankjewel. Oh ja, en die doek mag er zo wel af, hè, denk ik, hè? Ja, nou, als je naar bed gaat. Maar ik mag echt niet werken, hè? Nee, je mag echt niet werken. Dat is heel belangrijk. Oké, nou, doeg. Ja? Dag. Kijk, nou, het zit helemaal vol, joh. Wat een grote kist, joh. Leuk, joh. Oh, we moeten komen. We moeten binnenkomen. We moeten binnenkomen. Nicky, zeg, nou, kom maar binnen. Dan komen we wel eens even binnen. Hallo. Hij wat doen we? Schatje, hallo. Hallo. Nou, wat gezellig, hé. Hey, wat gezellig zo. Jongen. Ja, hallo. Hey, daar hebben we Piet. Hallo. Ik zie allemaal bekenden hoor. Ik ook. Ik zie het ook. Kijk, Percy en Nicky en Brian en Rijn, Patrick. Jou ken ik ook, ja. Ja. En die aardappel, Richard zit er ook, hè. Nou, Lenneke. Ja. Deze kijk ook. Dag Niels. Dat is een aardige jongen. Laat mijn hand los, joh. Erwin zit er ook. Nou, even applaus voor jullie zelf, hoor. Ja, geweldig. Ja, kijk eens. Hey. Dag Lea. Hallo meisje. Hallo. Ja. Jij zit ook in de Jostie Band. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Wij ook vanavond. Maar we moeten even wat vertellen, hè. Ja. Ga maar gauw zitten. Ja, want we hebben een beetje trieste mededeling. Een hele trieste mededeling. Maar als we de volgende mededeling vertellen, kunnen we wel om lachen. Ja, zeker. Zullen we met de trieste mededeling beginnen? Ja. Want vandaag kwamen wij bij Lian. En Lian die had een kiespijn. Echt zo man. Zat zo, ja, echt waar. Zo. Nou, ze zat helemaal te janken van de pijn. Dus, brullen. Ja, echt waar. Maar we hebben voorgoed voor haar gezorgd. We zijn met haar naar de tandarts geweest. Alleen kan ze vanavond nou niet komen. Nee. En toen zeiden wij, nou weet je wat? Dan helpen wij toch even. Dan doen wij het. Nou, we moesten eerst andere dirigenten bellen. Oh ja, hebben we nog... Dus toen hebben we andere dirigenten gebeld. Ja. We hebben ene Martin Brax gebeld. Martin Mans. Maar die kon niet. Allemaal druk. Toen hebben we Gregor Bax gebeld. Ja, kon ook niet. Ook die moest druk. Oppassen vanavond. Ja. Nou, André Rieu hebben we ook kon ook niet, die zat in Honolulu Ferry weg. Ja. Die kon ook niet. Nee. Dus toen zeiden wij... Dan doen wij het. Wij kennen het ook. Wij kennen het hartstikke goed. Dus even die kant ook. Wij kennen heel goed dirigeren. Zo. Boe.
Nee, dat gaat echt wel goed taboe. Komen, hoor. Heb jij? Hé? Jij hebt een doek? Maar ik ben Spon. Spon? Ja, en dat is Doek. En ik ben Doek. Ja. Maar als we dan kennen gewoon even met z'n allen. Oh, ja, kijk, hier hangt de derrigeerbril. Ja. Want welke waren jullie aan het oefenen? Hadden jullie al wat opstaan, of niet? Dat gaat niet goed, Help, help. Hey, doet het. Nee joh, dat kan niet. Zo. Oh, dat gaat beter. Ja. Zie je het weer? Ja, ja, ik dacht dat die nodig had. Nee, ja, dat zal van Lian zijn. Maar dat is wel van Lian. Oh. Dat is niet nodig. Ja, maar die is niet nodig. Hey. En nou twee. En 1, 2, 3, 4. Hoi. Kom. Jongens, ho, wie is dat? Wie is dat? Dat wordt helemaal niks, hè. Dat wie is echt... dit? Ik ben Arie van de Jostieband. Arie van jullie de Jostieband. Jullie zijn zeker spannend doek weer. Ja. Ja, ik ken jullie ergens van. Oh, ja. Van de televisie volgens mij. Ja. Ja. Jongens, dat gaat niet goed. Nee. Je hoort het. Gaat het niet goed? Het gaat hartstikke goed. Het is een zootje, niet waar? Als je vanavond aan het eind zijn. Nou ja, zal gaat het hartstikke goed. Een paar valse noten. Waar? Nou, dat moet kennen. Gaan jullie nou even daar zitten, dan waar? Gaan Kobe waar? Jullie waar? Daar op die stoelen. Dan kun je straks meedoen met Kobe. Met Kobe? En dan, pas op. Kobe zit daar. En wij dan? Ja, dan ga je meedoen met de sambaballen. Oh. Nou, ja zeg. Nou, ja zeg. Ga er maar voor, Linde. En dan gaan wij het een keer goed doen, hè. Dan gaan wij het een keer goed doen. Goed doen? Zo. Ik ga deze nou, even Nou, ja zeg. Dan gaan wij het goed doen. We gaan, heb je even voor mij gaan we spelen? 1, 2, 3, 4. Nou, het was wel gezellig, hè? Ik vond het hartstikke leuk. Helemaal gezellig. Wij kunnen wel meedoen met de maestro. En dan winnen we. Nee, want het ging hartstikke goed. Ging helemaal goed. Ja. En ze konden toch mooi spelen. Ik wou net zeggen. Even voor mij. Nou ja, maar die valse noten, dat deed je wij niet. Nee. Dus dat was en hun schuld. Dat hun uit de maat gingen was hun schuld, niet voor onze. Wij stonden heel goed. Ja, wij deden het hartstikke goed. Nou ja, weet je, volgende keer beter. Volgende keer dan mag misschien wel langer. Of als Lian nou weer ziek wordt. Of vakantie. Dat vind of vakantie, ik, ziek vind ik dan weer. Ja. Dat is weer waar, wat, hè. Maar als ze gaat vakantie ze wel heel lang op vakantie. Ja, ja, ze gaat altijd wel. Ze gaat 6 keer per jaar op vakantie. Echt waar, joh. Dan is ze weer... Oh, dat kennen wij nog wel. Ja, dan is ze weer in de sneeuw. Dan is ze weer op Curaçao. Je kan echt waar. Je kan Facebook niet openmaken. Of ze zit op vakantie. Ze zit wel ergens op een of andere natuurverschijnsel. Daarom. Dus wij onze kans komt nog wel. Echt waar. Echt waar. Dan gaan we dat mooi doen. Ik wou net zeggen... Jos, je bent bedankt voor de gezelligheid. Ja. Leuk sjaaltje ik er al over mooi, ja, kijk, ik vind hem hartstikke mooi. Ja, want bij dat jubileum willen we ook graag aanwezig zijn. Hè, als ze 50 jaar gratis bestaan. Kaartjes dan, hè? Voor ons. Ja, oké. Okay. Nou, doei. Toedeloe, hè? Toedeloe. Doei. Die komt. Gaat prima dan.